Leuk dat je de eigen tijdse indo's ook aandacht geeft. Dit is toch net iets meer voor die indo's, de twijfelindo's misschien. Ja. Ja, ik had het ooit gezegd, want iemand vroeg aan mij van ja, Sassi, hoe ben je Nederlands? Ik was van ja, ik ben kwart Indisch ook. En toen moesten ze heel hard lachen en dat geloofden ze niet. En nu is het al een paar maanden bezig. Ja, ze vinden het heel erg grappig om er grapjes over te maken. Mensen denken vaak dat ik uit Italië kom of Spanje. Nee, meestal denken ze inderdaad van, ben je Spaans of zo? Ja, wat is vaak gebeurd is dat mensen inderdaad aan mij vragen, je komt ergens vandaan, wat is het precies? Maar ze weten mij dan niet te plaatsen. Het zou, als ik zou zeggen, kom uit Spanje, zouden ze me ook geloven. Ik vertel altijd dat ik uit Indonesië, dat mijn oma Indonesisch is. En dat vinden ze ook altijd leuk om te horen. Ik weet niet, mensen hebben vaak wel goede associatie met Indonesië. Dus misschien vanwege het eten. Dus, Ja, het hangt heel erg af van wat is de definitie van Indisch. Mijn moeder is geboren op Borneo, Kalimantan. Hij heeft daar 20 jaar gewoond. Maar was wel gewoon een totok. Dus een kind van een Duitse oma en een Nederlandse opa. Feitelijk ben ik absoluut niet Indisch. Op de een of andere manier voel ik me daar toch thuis. Hoe dat dan kan, weet ik niet. Het voelt heel prettig en fijn. Dat ik zelf zeg van, ik ben Indo. En dan zeggen mensen, oh ja? Oh, nee, nooit gezien. Dat heb ik niet gezien zo. En dan zeggen ze van, oh, als ik nou goed naar je kijk, ja, dan zie ik wel wat. Als ik op Bali ben, dan denken heel veel locals die vragen van, die denken Japan, hè? Die denken dat ik Japans ben. En als ik in Japan ben, dan was ik afgelopen zomer, dachten mensen ook wel eens dat ik Japans ben. Nederlanders denken vaak dat ik Chinees ben. Dus het is ja, mijn eerste associatie was eigenlijk dat ik dacht, hey, dat gaat over ja, mensen zoals mijzelf. Ik maak het vaak mee dat ik mensen tegenkom en je ziet niet dat ze Indisch zijn, maar in het verloop van het gesprek kom je er toch achter en dan heb je toch iets van een klik. Dat het ook wel voor mij geeft dat ik niet Indisch uitzie, maar wel degelijk Indisch ben. Veel mensen vinden me inderdaad ook eerder een Mexicaan of Pakistan of een Iranees. 50% van de mensen raden mij Indonesisch en de anderen die zeggen wat anders. Ik kan me wel voorstellen, omdat veel Indische mensen vaak wel een beetje een mix zijn van alles, dat mensen het moeilijk vinden om te schatten. Ik vind het soms een beetje raar dat je eerder denkt dat ik Afghaans ben dan Indisch, omdat er zoveel Indische mensen zijn. Ik vind op zich, ja, als iemand zegt dat je Zuid-Amerikaans bent, mooie mensen, dus dat ziet eerder als een compliment dan. Maar ik vind het soms apart dat je dat niet eigenlijk meteen ziet. Weinig mensen raden dat ik moeilijk ben, maar anders denken ze dat ik, eentje zei dat ik in Hindoestaan was. Een Antilliaans Surinamer, maar niet heel vaak wat ik echt ben. Ja, ik voel me gewoon bij Indische dingen, Indische manifestaties of Indisch whatever, dan voel ik mij nog steeds het meeste thuis. Dus er zal wel een soort Indootje in me zitten, denk ik. Hoe maf het ook is. En iedereen vraagt ook aan mij, je bent wel een beetje Indisch, hè? Je hebt iets Indisch in je. Ja, ze zeggen altijd wel van, goh, wat is er met jou aan de hand, weet je wel. Er is iets in jou, iets oosters, zeggen ze dan. En dan weten ze het niet helemaal precies. Thais raden ze nooit eigenlijk. Ze zouden het nooit zeggen. En mijn broertje, als je die ziet, want in Thailand zijn we ook nog eens half Thais, half Chinees. Dus mijn broertje is ook echt gewoon dit en hij heeft heel zwart haar. Maar ik heb dat niet. En mijn broertje heeft ook geen dit stukje niet. Heb ik wel gekregen. Dus wat dat betreft ben ik echt zeer blank uitgevallen. Als ze dan doorvroegen van ja, waar kom je dan vandaan? Ja, dan moet je dan wel zeggen dat je half Japans bent. En het grappige is dat mensen dan denken, hé, je bent een Indo of je bent een Molukker. En dan zeg je, nee, ik ben half Japans. En dan krijg je een soort van verbazing te zien op gezichten. En dat is wel weer grappig. Naast ze zeggen wel soms van, nee, Chinees of zo. En dan zeg ik, ja, ik ben Chinees. Maar dat maakt mij ook niet uit. Want ja, ze zeggen poep Chinees. En dan zeg ik, nee, ik ben niet Chinees. Ja, we zijn we zijn Nederlands. Ja, ook. Maar en thuis. En een beetje Duits. Van binnenuit heb ik het snange gevoel van een Indo. Ik heb niet, zoals ze zeggen, een persekneus, Italiaans, Spaans, Portugees uiterlijk. En ja, daar word ik ook op aangesproken soms. Ja, nog een paar landen volgens mij. Of Japans? Nee. Oh. Mama, ja. Wat zijn er nog meer? Indisch. Indisch. Opa. Oh ja. Opa, die komt dan toch uit Nederland? Oh, Franse ba.
de beroemde opa.